Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Dag iedereen in de werkkamer, thuis op de bank, misschien wel in de trein, overal waar maar een streepje wifi is. Welkom iedereen bij Design Digger in samenwerking met het pakhuis De Zwijger in Amsterdam. De vorige editie van Design Digger was met Jan de Bouvry, dat is alweer een maand of 4 geleden. En toen was het een hele andere wereld, toen was design nog feel good en inmiddels zitten we in een pandemie, in een crisis. En daarom zitten we hier in het pakhuis De Zwijger met schoongewassen handen en een compleet lege en daardoor nog grotere zaal. Maar in ieder geval goed dat jullie er allemaal zijn en meekijken, want het wordt toch een belangwekkende editie. Want we gaan kijken, wat betekent het nou, deze crisis voor design? Ik zit hier dus in het pakhuis De Zwijger en dat betekent, ook al zijn jullie er niet, dat je natuurlijk kunt meedenken en meepraten over deze avond. Als het goed is, je kunt via Facebook kijken, maar als je naar de pagina gaat van dit event op de pagina van de pakhuis De Zwijger, kun je inloggen via Zoom en dan kun je via de chat kun je vraag stellen. Dan gaan wij proberen om die vraag in het programma mee te nemen. Stel je vraag zo snel mogelijk, want er zit natuurlijk enige vertraging in. Je kunt niet je hand opsteken we zijn er meteen. Stel je vraag. Ik heb hier een tablet. Die ligt naast me. Daar hou ik de vragen op bij. Dat mensen niet denken dat ik hier mijn e-mails zit te checken. Dat zijn jullie vragen die ik hier check. Naast jullie allemaal zijn er nog 4 andere gasten die deze avond die ik heb uitgenodigd. Dat is een mooie verzameling van directeuren. Bart Ashman, directeur van ClickNL. Nicky Gonnissen, directeur, medeoprichter van ontwerpbureau Tonic in Amsterdam. Siep Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation en daarmee van de Dutch Design Awards en de Dutch Design Week. En naast mij in het pakhuis zit Madeleine van Lennep, de directeur van de BNO. Dus dat belooft in ieder geval een stevige inhoud. En ook wellicht hopelijk wat meer licht op hoe de komende tijden het zich gaat ontvouwen voor de ontwerpsector. Iedereen is natuurlijk toch nog een beetje het konijn wat in de koplampen kijkt met z'n allen. En wat gebeurt er allemaal? Nou, daar hopen we vanavond wat meer licht op te laten schijnen. Voordat we van start gaan met die inhoud, heb ik een belangrijke spelregel van vanavond. Dit programma duurt een uur en dus ook niet een uur en 1 minuut, ook niet 59 minuten. Dit duurt precies een uur. Dus als je vraag niet aan bod komt, om met onze minister-president te spreken, Rutte, dat is het virus. Kijk mij daar niet op aan. Het is nog een beetje onwennig ook met Zoom en hoe we zo'n avond doen, hoewel de techniek hier in het pakhuis al redelijk is warm gedraaid. Maar dan weet je in ieder geval dat het een uur is en niet langer. Ik zei al, het pakhuis is goed warm gedraaid. Wil je dat ze dat blijven doen, ook de komende weken? En we weten eigenlijk niet hoe lang, om op afstand toch dit soort programma's te maken. Surf dan even langs de Pay As You Like button en doe een donatie. Nou, tot zover de spelregels. En dan nu de inhoud, het spel zelf. Ik zei het al, de inhoud van deze Design Digger ligt gewoon voor de hand. Er is een wereldwijde crisis en die treft ook de ontwerpsector. En dat gaan we vanavond verkennen aan de hand van 3 thema's. Het eerste thema is eigenlijk, wat is die impact van deze crisis op de ontwerpsector? Zowel voor de sector, maar ook wellicht voor de individuele ontwerper. Wat staat ons misschien allemaal nog te wachten? De tweede thema, het tweede blok. En dan zitten we ongeveer op zo'n 25 minuten per thema. Ik loop nu al een minuut uit, dus het wordt proppen. Het tweede thema is, wat kan de overheid doen om die impact wellicht in goede banen te sturen, te verzachten? Wat kunnen ontwerpers zelf ook doen?
En ja, we hopen natuurlijk deze aflevering ook met een positieve noot te eindigen. En ontwerpers zijn natuurlijk bij uitstek spitsvondig, creatief en probleemoplossend. Dus wellicht dat deze crisis ook kansen biedt. En er moet een transitie komen, wellicht in de zorg, wellicht economisch, wellicht op het gebied van milieu. Nou, welke rol kunnen ontwerpers daarin spelen? En ik kan iedereen verzekeren, tegen die tijd is het uur echt wel om. Ik had de gasten vanavond geïntroduceerd, alle vijf. Hier naast mij zit Madeleine van Lennep van de BNO. Als BNO is er natuurlijk, zeg maar, voor veel ontwerpers het eerste aanspreekpunt. Wat zijn eigenlijk de berichten die bij jullie binnenkomen? Is het een bloedbad? Is iedereen in paniek? Madeleine. Ik begin even bij de ontwerpers zelf. Eigenlijk de berichten die bij ons binnenkomen, die zijn net zo divers als al die ontwerpers en al die praktijken van hun zelf. En het is dus helemaal niet alleen een bloedbad, maar daar kom ik zo op terug. Het is heel erg afhankelijk van welke ontwerper je voor je hebt en wat voor soort praktijk die heeft. Ontwerpers, dus ook vrij logisch, die werkzaam zijn voor musea of voor podia, voor festivals, live events. Ja, die hebben meteen schade ondervonden. Daar viel alles meteen stil. En ook ontwerpers die deel uitmaken van, ik noem het maar even, ketens die verstoord zijn. Dus ontwerpers die bijvoorbeeld werken voor de horeca of voor de reisbranche, die hebben meteen hun werk stil zien vallen. Want daar is de schade natuurlijk acuut en groot. Dan hebben we natuurlijk niet alleen de zelfstandige ontwerpers, maar we hebben ook de bureaus. Die niet alleen, nou ja, afhankelijk zijn van een opdrachtenportefeuille in welke branche en categorie dan ook, maar die ook vaste lasten hebben, zoals huur en personeel. En ja, die bureaus, daar zie je van dat ze als eerste hun freelancers de deur uit hebben gedaan. Nou, dat zijn vaak dus de mensen die ook afhankelijk zijn van bijbaantjes in de horeca. Dus ja, dat is behoorlijk dramatisch. Ja. Maar het is ook heel erg jammer, want daarmee houden ze hun talent niet vast. En dat talent is natuurlijk een andere levensvoorwaarde. Het derde wat ik eigenlijk over wil zeggen, dat is, we zitten nu nog in de eerste fase en we zijn eigenlijk aan het belanden in de tweede fase. We hebben dus die acute slachtoffers, maar we hebben, behalve de vroege slachtoffers, hebben we ook latere slachtoffers. En ik hoor van een heleboel ontwerpers, nu gaat het nog wel. Ik hou het wel 1, 2, 3 maanden uit. We hebben een buffer, het zijn tenslotte ondernemers. Maar het moet niet te lang duren, want dan wordt het wel een bloedbad. Ja. Heel veel ontwerpers, dat is dan weer het aardige wat je ook hoort, die zeggen, ik heb even time opgenomen, ik concentreer me op nieuw werk, ja. Ik doe onderzoek, ik experimenteer, ik heb eindelijk tijd voor die aanvraag bij het stimuleringsfonds, waar het nooit van kwam, omdat ik alsmaar met mijn lopende praktijk bezig was. En ja, het laatste wat ik erover wil zeggen, dat heeft dan toch weer met dat bloedbad te maken. Ik denk wel, daar ben ik wel somber over, dat er een shake-out komt. Dat onvermijdelijk is, zoals dat in een heleboel sectoren overigens het geval is. Ja, nou, dan is het natuurlijk ook weer niet de eerste crisis. Hè? Nee. De impact kunnen we nog niet helemaal voorzien. Hè? Maar nou, nog geen 10 jaar geleden zat ook een deel van de ontwerpsector met de handen in het haar. En als we een beetje terugkijken, zie je dat daar natuurlijk ook wel een, of dat alleen door die crisis komt, laat zich niet helemaal uitleggen of vastleggen. Maar dat daar ook wel een kleine mentaliteitsverandering is gekomen. Hè? Een soort realiteitszin onder ontwerpen. Absoluut. Moeten we allemaal nou nog wel gouden kranen maken? Misschien moeten we ook eens, of bronzen kranen waar het meestal, maar moeten we niet ook een ander soort praktijk gaan opzetten? Krijg jij dat soort signalen al binnen bij de BNO? Ja, die krijg ik ook al. Daarin, ja, bijvoorbeeld? Ja, die krijg ik al een hele tijd binnen. Ik zie eigenlijk ook de coronatijd als een crisis in een crisis. Want we waren natuurlijk al een samenleving in transitie, of die moeten we in ieder geval willen zijn. En deze crisis doet daar nog een schepje bovenop. En
Ik merk dat ten eerste er bijna geen jonge ontwerper meer is die zich niks aantrekt van duurzaamheid en een circulaire economie. En ik merk ook dat ontwerpers, en ja, daar hint je een beetje op, natuurlijk gewoon helder zijn in het zich aanpassen aan situaties, super proactief zijn. En ja, het is toch een beetje de survival of the fittest. Als je je weet aan te passen, dan red je het. En als je denkt, het moet zo blijven als het was, dan krijg je het steeds moeilijker. Ja. Nou, het lijkt mij nu ook een goed moment om onze sprekers op afstand erbij te halen. Ja, Siep Groeneveld van het Stimuleringsfonds. Het ligt voor de hand dat ik bij jou begin. Het schijnt dus dat er een grote golf aan aanvragen jouw kant gaat opkomen. Voordat ik daarop kom, wat merken jullie? Wat zijn signalen die jullie als Stimuleringsfonds nu uit het veld krijgen? Ja, veel signalen. Ik denk dat ongeveer 6 weken nadat iedereen zich echt besefte dat er een hele grote crisis en pandemie onze kant op kwam, kunnen we met een zekerheid constateren dat er in de toekomst zal worden gesproken over een pro-COVID-tijdperk, een co-COVID-tijdperk en dadelijk een post-COVID-tijdperk. En we zitten nu eigenlijk in dat co-COVID-tijdperk. We moeten ermee dealen, coexistent ermee omgaan. En wat we bij het fonds hebben gezien is dat vanaf eigenlijk dag 1 er heel veel vragen kwamen. Dat heel veel van onze, wij ontvangen jaarlijks zo'n 2000 aanvragen. Dat veel mensen behoefte hadden aan een oor om te vertellen wat hun situatie was. En dat al heel veel betekende. Maar tegelijkertijd dat eigenlijk met de dag er meer onzekerheid in de sector van ontwerpers kroop. A, omdat er natuurlijk, zoals Madeleine net ook zei, veel opdrachten wegliepen. Maar mensen ook perspectief op nieuwe opdrachten zagen verdwijnen. En dat is iets wat wij nu, 6 weken later, heel sterk terugzien. Dus we hadden vorige week een deadline voor de regeling voor digitale cultuur. Gisteren sloot architectuur. En we zagen bij digitale cultuur een toename in de aanvragen van 80%. Ten opzichte van dezelfde ronde vorig jaar. Bij architectuur ongeveer 40%. En dat zijn enorme aantallen als je ook weet wat voor workload erachter zit. Niet alleen voor mijn collega's, maar ook voor de adviseurs. En dat ook nog in een situatie dat je van de fysieke bijeenkomsten hier in kantoor naar volledig digitaal gaat. Dat vergt een hele andere werkwijze, dat vergt een hele andere manier van beoordelen. Maar ook komt er hele grote druk op onze toch beperkte middelen. En wij willen natuurlijk als stimuleringsfonds met de functie die we hebben, in eerste instantie nu ook een baken van zekerheid zijn in deze toch fragiele periode. En dat betekent ook dat we ons heel erg zullen richten op die makers, op die ZZP'ers en proberen zoveel mogelijk van hun via de regelingen te ondersteunen. Wij zijn natuurlijk geen inkomensvoorziening. Bij ons gaat het echt over de kwaliteit en gaat het over de relevantie voor het vakgebied. En vandaaruit denk ik dat we de komende periode heel veel moois zullen zien. Maar dit zal heel lang duren, daar ben ik vanaf. Voorzie jij ook dat wellicht de rol van het stimuleringsfonds, hè? Je zei net, uiteindelijk zijn we geen geldloket en terecht niet. En daarvoor zijn de middelen ook niet toereikend. Zijn er nog andere dingen die jullie gaan oppakken, behalve zeg maar, hè, want voor veel mensen zijn natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor een ondersteuning, op andere manieren dan zeg maar financieel je inzetten voor de sector? Ik denk dat het voor ons als stimuleringsfonds heel belangrijk is om gefocust te handelen, zeker de komende periode. Want we zitten, en volgens mij zei Madeleine het net ook, we zitten echt aan het begin. Het belangrijkste is nu dat je heel duidelijk gaat waarnemen van wat er gebeurt in de sector. Hoe je kan organiseren, hoe je goede samenwerkingen in het veld kan opzetten. En ik denk dat het gezelschap wat hier aan tafel is, maar daar horen ook andere organisaties bij, zoals de Federatie Creatieve Industrie, het Nieuwe Instituut in Rotterdam, een hele belangrijke rol spelen om een baken te zijn in de hele keten van de creatieve industrie, in de hele keten van de ontwerpsector. En dat daar verschuivingen gaan plaatsvinden, dat lijkt mij ook duidelijk. Maar dat moeten we juist met elkaar bespreken en bespreekbaar maken. Samenwerking, daar zeg je een heel goed punt. Ook aanwezig in kennis en in geest vanavond is Bart Aschman, directeur van ClickNL. Dat is natuurlijk ook een kennis
orgaan van de creatieve industrie als topsector. Wim Pijbers hield afgelopen week in de talkshow Mondo ook al een warm pleidooi voor samenwerking. ClickNL werd met naam genoemd bijna door Siep. Bart, hoe zie jij de rol van jouw organisatie daarin, in die samenwerking? Vooral als een rol waarbij we vooruitkijken op de langere termijn. Op dit moment kunnen wij daar ook, is onze rol vooral zorgen dat we informatie geven, dat wat wij tegenkomen en dat we ook meedenken en meewerken. Wat wij nu vooral aan het doen zijn, bouwt ook voort op wat we al aan het organiseren waren met de verschillende ministeries en de maatschappelijke uitdaging die vanuit dat missiegedreven innovatiebeleid waar we nu middenin zitten, al zijn geformuleerd. En we proberen eigenlijk, vooral op dit moment de focus van, kunnen we bepaalde, met name overheidsvraagstukken, verder naar voren trekken, eerder naar voren trekken. Kunnen we daarin versnellen, zodat je op kortere termijn daarop kunt gaan acteren. Kun je daar consortia op vormen. Waar moet ik aan denken bij die overheidsvragen? Ja, eigenlijk er waren al best wel wat overheidsvragen gedefinieerd in het kader van het missiegedreven innovatiebeleid, waaronder rondom veiligheid. Hè. Hoe kunnen we ondermijning verminderen? Wat kunnen we daar in samenwerking aan doen? Maar ook hoe kan de veiligheidsprofessional beter geëquipeerd worden om zijn werk in het veld te doen? Ook dat verandert nu wel heel sterk in die nieuwe setting. Dus het is denkbaar dat een ministerie als Justitie en Veiligheid dat soort vraagstukken naar voren zou kunnen trekken. Wat betekent het werk voor de veiligheidsprofessional in die 1,5 meter samenleving? En wat zou daar vanuit oplossingen, zowel vanuit het digitale virtuele veld als de beschermingsmiddelen, wat zou daarvoor nodig zijn? Wat kunnen we daarvoor voor ontwikkelen? Dus voor die samenwerking komt, voordat je aan een samenwerking kunt beginnen, komt er eerst verbinding. En als ik het goed begrijp, is dat waar jullie als ClickNL een actieve rol in willen spelen? Ja, dat doen we eigenlijk altijd al. Het is onderdeel van onze taak om juist die verbinding te zoeken. En waarbij we heel veel juist met ministeries in gesprek zijn en de andere topsectoren. En daar ontstaat wel een sterk netwerk. Er is een sterk netwerk en dat kunnen we nu beter benutten. Daar focussen we ons nu echt op om dat proberen voor elkaar te krijgen. Heel goed, dankjewel. We komen zo nog zeker uitgebreid bij je terug, Bart. Verbinding, het woord viel. Nou, als er zeg maar één moment en één plek in het jaar is waarin ontwerp wordt verbonden met bredere sectoren en vooral ook het publiek. Martijn, je komt ook al meteen groot in beeld voor mij hier. Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation. De hamvraag is eigenlijk, komt er een Dutch Design Week straks in oktober of november of december? Er komt een Dutch Design Week in oktober. Laat ik daarmee beginnen. Maar de manier waarop, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is een hele spannende tijd. Ik bedoel, voor heel veel mensen, heel veel sectoren, met name voor onze achterban de ontwerpers. Dus dat vooropgesteld. Maar zitten wij nu wel met een bijzondere uitdaging. Hè? Het kabinet heeft dinsdag natuurlijk gezegd, grote evenementen kunnen niet doorgaan. Of evenementen waar een vergunning voor nodig is, kunnen niet doorgaan. Sowieso tot 1 september. Dat geeft geen garanties voor na die periode. Dus dat is voor wat betreft het live gedeelte best een spannende route daar naartoe. Toch hebben wij het idee dat we ons daarop kunnen richten, op een goede live editie die wel rekening houdt met die 1,5 meter samenleving. Dus hij zal echt anders van vorm zijn, maar wel een kernachtige DDW, waarin we het podium aan die ontwerpers bieden. Want heel veel ontwerpers vragen ook wel echt om het podium, om die zichtbaarheid, om die verbindingen. En daarnaast zijn wij een sterke online virtuele variant tegelijkertijd aan het ontwikkelen. En we willen sowieso die verbinding maken. Dus ideaal gezien maak je een soort blended vorm waarin je zowel live als online extra goed podium en verbinding kan bieden aan die ontwerpers. En dat online stuk is natuurlijk niet zomaar naar de formats van DDW kijken en dat online zetten. Die wereld, waarin we nu ook met z'n allen versneld en terecht zijn gekomen, biedt ook weer andere mogelijkheden voor ander type formats om dat podium en die verbinding te bieden. Dus eigenlijk willen we voor die combinatie gaan. En als dan in de komende maanden blijkt dat we de wind wat meekrijgen,
Dat we wat uit die zwaardere restricties komen en er meer kan live. Dan zijn we daarop voorbereid en kunnen we daar ook versoepelen en verruimen. Blijkt dat tegen te zitten, want dat is natuurlijk het koffiedik kijken op dit moment. Dan kun je wat zwaarder inzetten op het online stuk. Dus wij gaan voor een blended versie. En als ik nog heel even terugpak op de vorige heel sprekers. Martijn. Heel even terugpakken dan, heel even. Ja, sorry. Ja. Nou ja, wat wij spreken heel veel ontwerpers op dit moment. Waar hebben jullie behoefte aan? En dan hoor je dat er toch echt veel opdrachten onderuit zijn gevallen. En de vraag is dus opdrachten. Dus wij zijn ook wel echt aan het kijken van hoe kunnen we ons platform, zoals What If Lab, dat doen we overigens ook met partners hier, hoe kunnen we dat versneld ook online brengen en doorontwikkelen, zodat er opdrachten naar die ontwerpsector kunnen gaan. Ja. En er werd net heel terecht, daar ben ik heel blij om door Bart gesproken, die grote transitievraagstukken, kan de overheid die niet naar voren trekken? Dat hebben we in een bouwcrisis, hebben we ook allerlei infravragen naar voren getrokken om een sector aan de gang te houden. Dat zou hier goed kunnen werken. Maar tegelijkertijd, als je nadenkt over die 1,5 meter samenleving op allerlei vlakken, dat is één grote ontwerpuitdaging. Dus laten we die ook op de goede plek beleggen, zou ik willen zeggen, om die opdrachten te faciliteren. Ja, daar kom ik iets later straks in het programma uitgebreid op terug, dat opdrachtgeverschap en hoe dat gestimuleerd kan worden. Werk, dat is wat men wil. Nicky, hoe is dat? Nicky Gonnissen, directeur van Tonic. Hoe is de situatie bij jullie? Werk. Business as usual of? Ja, business as usual, was het maar waar. Nee, het is, we hebben het super druk. Het is natuurlijk echt heel anders dan anders. Er is niet zoveel te vertellen. Ik denk dat iedereen hetzelfde ervaart. We zoomen, skypen de hele dag door. We hebben nog steeds heel veel werk. Maar dat houdt natuurlijk op een gegeven moment op. Dat voelen we ook. Dus we zitten nu nog heel duidelijk in het beginstadium. Want het werk wat we hebben, dat is het werk wat we hadden al voordat het coronacrisis begon. En we zullen het zien. We weten het niet. We weten niet hoe het verder gaat. Nee. We hebben nu iedereen zo de eerste aftastingen horen geven. Laten we eens kijken. Hè. Ik zei de avond heeft verschillende blokken. Kunnen we een balans opmaken? Er is wel enige paniek, meer dan enige paniek. De druk neemt toe. Een vraag aan jou even, Marlène. Is de ontwerpsector, we komen zo op het opdrachtgeverschap. Ik zag jou heel ijverig dat je daar iets over wilde. Komen we uitgebreid op terug. Ik wilde eerst even, om de structuur erin te houden, is de ontwerpsector een kwetsbare sector? Is dit zeg maar meer kwetsbaar, nog meer kwetsbaar dan de zorg? Of is het een hele vitale sector die eigenlijk wel stand houdt, zoals onze diensteneconomie? Ik zou zeggen, het DNA van de ontwerpers is vitaal en vooral heel flexibel. En het aanpassingsvermogen is heel erg groot. En natuurlijk gewoon de inventiviteit en de creativiteit, dat spreekt. Maar ja, we hebben het ook over een kwetsbare sector. Want ontwerpers opereren vaak in kleine verbanden. Ze vinden het moeilijk om op te schalen. Ze vinden het vaak ook heel erg moeilijk om samen te werken, terwijl ze daar wel goed aan zouden doen. Want niemand kan alles even goed. Al was het al niet vanwege talenten, maar ook niet omdat je dat gewoon niet aan kunt. Dus dat is iets wat wij vaak ook wel aanraden. Van zoek nou partners. Ja. Niet alleen buiten je sector en in de trant van opdrachtgevers, maar ook gewoon waar je je werk nog beter mee kan doen en je plannen nog beter mee kan uitvoeren. En is de afgelopen tijd heel erg veel gezegd over de arbeidsmarkt, culturele en creatieve sector. Dat was naar aanleiding van een rapport wat al 2 jaar geleden is uitgebracht door de Raad voor Cultuur en de SER. Passie gewaardeerd. En de bottom line was eigenlijk, creatieven die zijn zo hartstochtelijk bezig met het uitoefenen van hun vak, dat ze vaak niet zo goed letten op de manier waarop ze betaald worden. Dus fair practice is iets dat ligt nog ver van ons af. Ja, en in die zin is de sector kwetsbaar. Daarom zeg ik ook altijd, is het zo onwaarschijnlijk belangrijk dat je naast een fantastische ontwerper ook een goede ondernemer wordt of die skills alsnog gaat ontwikkelen nadat je van je opleiding afkomt.
Dat is ook wat wij doen. We supporten de ontwerpers, we trainen ze, we verbinden ze met elkaar en we lobbyen voor ze. Maar dat is wel nodig om ze minder kwetsbaar te maken. Ja, het werd al eerder heel specifiek genoemd door jou ook, Madeleine, hè, die doorstroom van talent. En dat zijn natuurlijk first in, first out. Zo werkt het niet alleen op Wall Street. Zo werkt het ook gewoon in al die broedplaatsen op Strijp S en de rest van het land. First in, first out. Siep, talentontwikkeling is natuurlijk een van de speerpunten. Ook voor het stimuleringsfonds, een belangrijk speerpunt. Moeten we ons zorgen maken over die doorstroming van talent? En wat is het stimuleringsfonds van plan om daar welke rol daarin op te pakken? Ja, ik denk dat we ons zeker zorgen moeten maken. Al was het alleen maar omdat er dit jaar natuurlijk een hele lichting afstudeert op de verschillende kunstvakonderwijs. Die het moeilijk zullen hebben om zichzelf zichtbaar te maken naar de buitenwacht. Terwijl dat normaal gesproken een eerste acte de présence is om zich aan curatoren, aan festivals, aan galeries te laten zien. En dat zien we natuurlijk in de hele cultuursector, niet alleen in de ontwerpsector. Voor ons als fonds, nogmaals, is het heel fijn dat wij natuurlijk een redelijk stabiele basis hebben. Waardoor we ook stabiliteit aan die hele keten van talentontwikkeling kunnen geven. Dat is voor ons niet alleen de mensen die net van de academies afkomen of die zich autodidact in een stedelijke omgeving ontwikkelen, maar ook de mid-careers en ook de topprofessionals. We hebben toevallig de afgelopen 3 dagen en vorige week vergaderingen voor talentontwikkeling gehad. Wij krijgen daar van de autodidacten elk jaar zo'n 80 aanvragen die via scouts worden geselecteerd in de steden. En daarnaast via portfolio van mensen van de academies krijgen we zo'n 200 aanvragen. Die hebben de afgelopen 3 dagen hierachter en digitaal allemaal besproken. En we hopen daar in juli uiteindelijk 35 beurzen te kunnen verstrekken. Ja, maar dat is een lopend programma, Siep. Dat is natuurlijk iets wat elk jaar is en dat was er al jaren. Ik ben eigenlijk ook benieuwd of jullie nieuwe, of je al een idee hebt welke nieuwe initiatieven je voor in een sector die relatief kwetsbaar is. Hè, om vanwege het gebrek aan ondernemerszin of gebrek, maar niet altijd de kennis ervan. En dan in die sector natuurlijk de jonge mensen die net gaan beginnen, die nog helemaal weinig ervaring hebben met hoe je een factuur schrijft, laat staan dat je gewoon kunt zeggen welk bedrag er op die factuur moet komen. Hebben jullie daar ook zeg maar een plan voor hoe je die extreem kwetsbare groep, die zo ontzettend belangrijk is om die sector vitaal te houden, een idee bij wat je daar als fonds over gaat opstarten? Nou ja, nogmaals, ik denk dat voor ons als fonds het extreem belangrijk is om juist ook te blijven doen wat we doen. Om daarmee die stabiliteit te geven. En als het goed is, kunnen we die ook houden, ook de komende jaren. Maar de samenwerking met festivals, of dat nou de Dutch Design Week of andere instituten, ook internationaal. Dat lijkt mij overigens een lange termijnvisie, hoor, samenwerking met festivals. Sorry? Dat lijkt mij een lange termijnvisie, samenwerking met festivals. Nou ja, ik denk dat er nieuwe uitingsvormen zullen gaan ontstaan. Juist de komende periode al extreem belangrijk zijn om te onderzoeken. En als er één generatie is die daar gewoon in een sociale omgeving de ervaring mee heeft, dan zijn het wel deze jonge talenten die van de academies afkomen, die in allerlei vormen hun peers over de hele wereld zoeken. Ja, nieuwe initiatieven dus. Innovatieve nieuwe initiatieven. En Nicky. Nicky Gonnissen van Tonic. Wij spraken elkaar vorige week en in het gesprek gaf je een beetje, het was een informeel gesprek, maar gaf je aan dat eigenlijk zo'n crisis ook wel momenten geeft van rust en contemplatie en verdieping. Is dat iets waar jullie die kansen jullie grijpen en hoe zie jij de meerwaarde daarvan vanuit de praktijk gezien voor die ontwerpsector? Ik doe even mijn oortjes uit, want anders hoor ik mezelf niet. Is dat oké? Ja, nee, zeker. Eigenlijk zolang je mij ook maar hoort. Maar oké. Vertel. Nee, zeker. Wat ik net al zei, ik denk dat het nu voor ons persoonlijk nog iets te vroeg is. Want we zitten allemaal nog best wel in die hectiek van het eerste stuk. Maar ik denk zeker dat we nu met elkaar moeten nadenken over plannen. Over hoe we onze wereld in willen richten en hoe we samen willen leven.
Want jij gaf ook al in dat informele gesprek aan, Jeroen, dat we met elkaar allemaal mondkapjes maken. En er zijn natuurlijk ook apps die we maken en websites en allerlei informatie die we kunnen geven. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar we kunnen ook een stap verder gaan. En ik denk dat de houding van ontwerpers, dat ze zich beseffen dat we wel degelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan grotere maatschappelijke vraagstukken. Dat zeker iets is waar wij als ontwerpers en bureaus over moeten nadenken. En daar zie ik ook kansen. Maar ik zie ook vooral kansen bij het verbinden van de organisaties die hier nu ook allemaal aanwezig zijn. Tussen de besturen, politiek, overheden, gemeenten, bedrijfsleven en die ontwerpers. Dus dat er ook, jullie spraken daar zelf net ook al over, Madeleine zei iets erover, Bart, dat er ook echte opdrachten, of ja, dat was jij ook, Martijn, echte opdrachten worden gegeven aan ontwerpers om in een vroeg stadium mee te denken en aan tafel te zitten. Want er wordt toch vaak in gezegd dat creatief zijn is de oplossing voor alle problemen. Maar in feite is de realiteit dat creatieven pas vaak in een laat stadium aan tafel komen in het gesprek. Nou, dus daar zou ik wel voor willen pleiten. En ik denk ook dat ontwerpers en creatieven zich ook bewust moeten zijn dat ze daar, dat een belangrijk onderdeel is van hun vak. Want ze denken tenslotte toch in verandering. Zoals nou zeker, ik wil daar even twee voorbeelden van laten zien. Ik heb wat beelden geselecteerd. En als we het dan hebben over de ontwerp als een creatieve sector met veel ideeën. En die ideeën snel naar voren laten zien. Ik heb een beeld van mondkapjes. En ja. Mondkapjes die zie je op allerlei manieren en overal zie je die tevoorschijn komen. De linker is wel heel erg praktisch. De rechter, ja, kun je ook je vraagtekens bijzetten. De ontwerpsector heeft soms ook nog wel een beetje moeite om zich aan de realiteit aan te passen, om het maar zacht te zeggen. Een ander voorbeeld wat ik in dat opzicht toch even graag zou willen laten zien is een veel groter project. Het is namelijk van een Amerikaans architectenbureau. Maar pin me daar niet helemaal op vast. Want het kan misschien ook wel een Brits of een Hongkongse kantoor uit Hongkong zijn. Maar die willen dus containerschepen gaan ombouwen tot drijvende hospitaals. Ja, ik denk dan, als zoiets helemaal vaart, dan is die pandemie een grote golfbeweging. Dan hebben we al een virus en noem maar op. Dus ergens tussen dat opdrachtgeverschap en de boodschap moet ook een filter zitten. Bart, heb jij bijvoorbeeld, met ClickNL zitten jullie dicht op die innovatie, een idee hoe je dit soort dingen wat meer zou kunnen stroomlijnen, als we het dan ook hebben over opdrachtgeverschap? Wat moet je hiermee? Ja, er zijn een paar mogelijke antwoorden. Eén is op zijn minst dat de vraag of de behoefte ook wel wat helderder moet zijn. Ik merk dat ook overheid het moeilijk vindt om die behoeften te specificeren, zeker in de huidige tijden. Daar ligt een rol voor de creatieve industrie, want volgens mij moeten wij dat ook heel goed kunnen. Dat betekent wat mij betreft ook, want ik hoor iets te veel het onderwerp of het woord opdrachtgever en opdrachtgeverschap. Ik zou wat willen pleiten dat het meer naar partnerschap gaat. Want ook de creatieve industrie moet zichzelf op een andere manier gaan opstellen. Je moet toch, en ik snap, het is makkelijk praten vanuit mijn positie, maar je moet toch meer op zoek gaan naar hoe kan ik een andere rol innemen? Hoe kan ik toch actiever zijn en mij als partner opstellen in plaats van ingehuurd worden om een klusje te doen? Dat is ook de boodschap die je volgens mij in acht moet nemen als creatief. Ja. Nou, dat is ook precies wat ik wel bedoelde hoor, eigenlijk. Dat je als creatief voelt dat je een andere positie in kunt nemen, een andere houding aan kunt nemen. Ja. En dat gaat zeker over samenwerken. En ook actief die samenwerkingsverbanden op kunt zoeken. Ja, ik vond er nog wel een ander punt. En goed dat je even dat voorbeeld van dat masker zoals het niet moet zijn laat zien. Wij moeten ook wel enorm oppassen voor naïviteit. Mogen we onszelf ook wel een beetje beperken, vind ik, als creatieve industrie. Want het gaat wel over belangrijke zaken. Het gaat over serieuze zaken. Rondom die mondmaskers heb ik van begin af aan heel wat dingen gevolgd en heb geprobeerd om een aantal partijen daar
ook als toeleverancier op aan te schakelen. En je ziet dat er echt naïef over gedacht wordt van je naait dat in elkaar en je hebt een oplossing. Nou, daar doen we onszelf ook geen plezier mee als we dat doen. Nee. Nou, laat ik dan twee andere voorbeelden. Want uiteindelijk design dingen gaat ook over design. En het gaat nu natuurlijk ook wel heel veel over de portemonnee en dergelijke. Even twee andere voorbeelden die ik heb uitgezocht. Waarvan ik denk dat zit wat dichter bij de praktijk. En het is wellicht niet, zeg maar, maatschappij hervormend. Een mousesok. Dit is van het Eindhovense ontwerpduo Raw Color. Hier kun je meteen een voorstelling bij maken. Hè? Als je zo'n lap om hebt, om je arm. Ja, vroeger had je een soort lepra-kleppel waarmee je moest aankondigen. Wellicht is dit een iets chiquere variant op, maar ook gewoon heel praktisch. En een ander voorbeeld uit Nederland is in Breda, waar in ieder geval geïnitieerd door Graphic Matters. Dennis Elbers. Ja, Marlijn, kom mij te hulp, dank. Wie zijn dit? Dennis Elbers. Ja, precies. Ja. Geïnitieerd. En nou, dat is een, ik ben de naam, de credits staan erboven. Die hebben zelf een campagne opgezet met Stay Positive-achtige vibe in de stad. Stay safe. Nou, zou jij, hoe kan zoiets dan een stap verder gebracht worden? Het is een mooi initiatief, maar ja, dat doe je ook niet elke maand weer. Hoe kan zoiets dan ervoor zorgen dat in een partnership of welke woorden je daarvoor kiest? Nou, wat natuurlijk altijd fantastisch werkt, want dan hoef je geen ingewikkelde verhalen te houden en allerlei pitches. Dat is goede voorbeelden. Goede voorbeelden verleiden als niks anders. Ja. En die hele Stay Safe, Stay Sane campagne, hij staat ook op onze website. Kun je hem zien bij de positieve initiatieven in ons coronadossier. Dat gaat over wat die grafische ontwerpers allemaal kunnen. En nou, dat is gewoon. Daar word je heel vrolijk van. En dan denk je, als ze dat kunnen, kunnen ze ook een heleboel meer. Ja. En als wij straks de 1,5 meter samenleving vorm zien krijgen, letterlijk vorm zien krijgen, dan kan dat houtje touwtje. En dan kan iedereen overal het wiel opnieuw uitvinden. Je kan ook zeggen van, goh, kunnen we dat nou niet wat beter en ook wat ambitieuzer aanpakken? En kunnen we niet zorgen dat daar ontwerpers vanaf het begin bij betrokken zijn, in plaats van dat we blijven staan op die onhandige strepen, terwijl stippen veel beter blijken te zijn in supermarkten. En nou, dat is nog een heel onschuldig voorbeeld, maar de uitdagingen zijn natuurlijk enorm. Als je denkt over de publieke ruimte, als je denkt over Schiphol, wat online langs ontschermd is, afdelingen burgerzaken. Heel goed voorbeeld. Ik heb een ander fotootje geselecteerd die ik zelf had genomen in de Albert Heijn. En wellicht dat de fantastische techniek van de zwijger straks ook erbij kan halen. Laten we die zo even zien. En dan zie je meteen wat designers in de praktijk ook zou kunnen doen. Martijn, ik kan me voorstellen, het scenario wat Madeleine schetst, een soort laboratorium voor de 1,5 meter samenleving. Ja, ik kijk nu al uit naar een 1,5 meter Dutch Design Week. Gewoon als experiment. Los van hoe het wordt. Zie jij zo'n rol ook voor de Dutch Design Week? Nou, we hebben daar uitgebreid, heb ik daar met onze programmamanagers over gesproken ook. Van zouden wij niet ook een soort laboratorium moeten zijn voor festivals, bijeenkomsten in die 1,5 meter samenleving. Sowieso kijken we natuurlijk op sommige plekken in de Dutch Design Week. Ben je misschien ook net een museum of ben je een beurs of ben je een congres of ben je een conferentie. Dus wij zijn ook heel veel verschijningsvormen, zelfs een poppodium op sommige plekken. Dus daar leren we ook heel veel van, hoe doen anderen het? Maar tegelijkertijd willen wij ook wel onze ontwerpers proberen mee te nemen, uit te dagen straks, om te kijken van, ja, hoe kunnen we zo'n 1,5 meter festival gaan vormgeven? En het is enorm complex. Maar ja, we hebben ook wel eens gezegd, wicked problems, dat is het moment dat je ontwerpers erbij moet gaan vragen. Dus dat zien we ook wel voor ons. En misschien dat wij wel weer ook een stukje energie kunnen geven richting andere evenementen en festivals over hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ja. Maar het is wel een uitdaging. Nou ja, goed, die lat heb je voor jullie zelf zo hoog opgelegd, toch? Als Dutch Design Week wil je die proeftuin zijn voor innovatie dus.
Zeker. Dus daar gaan we ook echt enorm ons best voor doen. En dan eigenlijk ook meteen nog even reagerend op dat stukje talent. Een van de dingen waar wij, wat nog niet eerder gedaan is, maar waarvan wij dachten, misschien is dit wel het jaar om het te doen, is om te kijken, kunnen wij een hele slimme tentoonstelling vormgeven waar scholen op in kunnen stappen. Dus die kunstvakopleidingen, wat Siep het net op had, die academies, waar we eigenlijk angst hebben voor een lost generation, zouden wij nou een vorm kunnen vinden in die 1,5 meter DDW, waar we toch al die scholen hun talenten een plek kunnen geven, zodat ze in een level playing field, dat we ze toch een hele mooie ervaring kunnen bieden. En dat bezoekers toch kunnen zien, hey, dit is de generatie talent van 2020. Nou, dat soort oplossingen zijn wij constant over aan het brainstormen en betrekken we ontwerpers bij. Toch even praktisch nu. €4.000 is een bedrag wat vanuit de overheidswegen is gereserveerd voor bedrijven met werknemers. Ja, en ik heb verschrikkelijk veel ontwerpers gesproken die allemaal zeiden, nou, ik wil dat dus invullen en op basis van mijn Kamer van Koophandel, nou, die organisatie gaan we het al sowieso even niet over hebben vandaag. Maar op basis van je Kamer van Koophandel. SBI-code. SBI-code. Standaard bedrijfsindeling. Ik denk, heel wat ontwerpers kennen in één keer tegenwoordig de SBI-code. Kom je niet in aanmerking? Nog niet. Nog ook. Kijk aan, de BNO is... De BNO is constant in touw. Ja. Er gaat morgen een brief naar Wiebes. Ik ben bezig geweest. Is geschreven, eerst, de noodklok wordt geluid. Eerst via MKB Nederland en vervolgens via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Om die ontbrekende SBI-codes, want toch, daar heb je het over, de tegemoetkoming ondernemers, getroffen sectoren. Daar staan de meest exotische sectoren onder, maar niet de ontwerpers. En die horen er gewoon ook bij. En het is überhaupt heel raar, dat heeft ook mijn collega Fred Schorel van de BNA, de architecten, al betoogd bij MKB Nederland. Je zou eigenlijk helemaal niet op SBI-codes die tegemoetkoming moeten geven. Maar dat is een andere discussie, dat is nou eenmaal zo. Ja. Dus er gaat morgen een brief naar Wiebes en dan hopen we dat alsnog die omissie wordt goed gemaakt. Ja. Even op praktisch, meer praktisch niveau. Nikki, hoe zijn jullie georganiseerd als Tonic? Zijn jullie nu het thuiswerkende ontwerpbureau van de toekomst? Hoe werkt dat? Werkt dat goed? Bespaar je tijd? Werk je efficiënter? Ik hoor daar zelf van ontwerpers, maar allerlei beroepsgroepen, maar ook van ontwerpers vooral hele verschillende verhalen over. Het is efficiënt vergaderen tot het is alleen maar onhandig geschakel en niemand zegt wat. Ja, het is aan de ene kant super efficiënt, maar we missen enorm het ontwerpproces. Ja. We missen elkaar, gewoon het contact. En daar doen we ook wel heel erg ons best voor. Dus we zijn allemaal heel supportive. We mailen en appen ons helemaal suf. En ook we geven elkaar ook allemaal heel veel complimenten de hele tijd. En we vertellen ook over onze presentaties heen en weer voor verschillende opdrachten. Maar we missen gewoon dat je even bij elkaar achter de computers langsloopt. En dat je bij het koffiezetapparaat gewoon een babbeltje maakt. En dat je dan denkt van, ah ja, als we het zo doen, dan tikken we het er zo in. Dus er zit gewoon geen... organische proces meer in. En dat is heel jammer, ja. Dus het is absoluut niet wat wij nou zouden, waarvoor zouden pleiten. Nee. Maar sommige dingen gaan inderdaad ook heel effectief. Dat is ook zo. Ik denk dat we toch wel toegaan naar een in ieder geval een economie. En niet alleen de ontwerpsector, maar heel veel sectoren waarin thuiswerken echt wel definitief ingeburgerd gaat raken. Dat is een van die nieuwe realiteiten. Hè? Wat wordt gezegd, het nieuwe normaal. Maar voor mij is iets, als het er nu is, dan is het gewoon normaal. Dus het is gewoon eigenlijk normaal geworden, dat thuiswerken. Hoe zou je zo'n sector kunnen stimuleren? Of zo'n transitie, zo'n innovatie in werk? Hoe zou je dat vanuit zo'n ontwerpsector erbij betrekken? Van alle vijf sprekers hier, wie het eerst zijn hand opsteekt, die mag het zeggen. Maar Madeleine en daarna Siep, heel goed. Maar hoe kun je bij zo'n belangrijk onderwerp, wat ons allemaal raakt, werken is heel belangrijk, hoe kun je die ontwerpsector erbij betrekken? Madeleine en dan over naar Siep daarna. Nou, ten eerste,
die is betrokken, want wij doen niks zonder ontwerpers en zonder het gesprek met de ontwerpers over welk onderwerp dan ook. Ik denk dat het gemengd bedrijf moet worden. Want je moet best of both worlds straks zien te combineren. Het heeft een ongelooflijke winst dat mensen ontdekken dat ze bepaalde dingen inderdaad beter in hun eentje gewoon geconcentreerd, gefocust kunnen doen thuis. Maar precies wat Nicky zegt, dat andere is net zo belangrijk. Dus ik denk dat je wat dat betreft gewoon naar een gemengd model moet. En dat we daar allemaal baat bij hebben. Waarin je zowel thuis werkt, zoveel dagen per week. En zowel ook met die groepen van collega's waarmee je moet sparren. Waarmee dat ook af en toe organisch moet gaan. Maar hoe kun je dat implementeren? Hoe kun je dat realiseren? Dat gaat vanzelf. Ik bedoel, een coronavirus helpt daar natuurlijk enorm bij. Ja. Maar dat gaat vanzelf. Ik bedoel, mensen zeggen nu al in teams van dit is goed en dat wil ik straks vasthouden. En dit wil ik straks toch weer anders zoals we het eerder deden. Ja. Dus dat ook dat is een organisch proces. En ja, ik bedoel, professionals die werken uiteindelijk toch gewoon zoals het beste willen werken en grijpen alle mogelijkheden aan om het ook op die manier te organiseren. En als werkgevers, of dat nou een baas van een ontwerpbureau is of ik van de BNO, dat zien, dan doen ze er ook heel verstandig aan om daar heel goed naar te luisteren en dat te faciliteren. Ja, ja. Vanzelf zou het gaan. Ja, dat is niet vanzelf, maar Hoe zou je dat vanzelf verder kunnen stimuleren als stimuleringsfonds, Siep? Nou, eerder als sector, denk ik. Het interessante is, in februari zouden de brede maatschappelijke heroverwegingen gepubliceerd worden. Dat is een heel moeilijk woord voor 12 rapporten die de Rijksoverheid schreef over hoe de toekomst van Nederland eruit zou moeten zien. En hoe we die zouden kunnen herinrichten. Die hebben ze tegengehouden, mede door de COVID-crisis. En die zijn gisteren redelijk anoniem alsnog gepubliceerd. En dat zijn rapporten die gaan over innovatiekracht, over de toekomst van mobiliteit, al die grote transitieopgaven waar we het over hebben. En hoe we daar als samenleving ons kunnen inrichten. Het lijkt mij waanzinnig interessant om als brede sector, of dat nou de culturele of de creatieve of samen is, in de komende 100 dagen eens te kijken hoe we op die 12 rapporten integraal kunnen reageren over de positie van ontwerpkracht. En dat we voor eind juni zorgen dat er een rapport op de deurmat van de minister-president, van alle ministers ligt, waarin wij uitleggen wat ontwerpkracht kan bijdragen aan die brede maatschappelijke heroverwegingen. Deze zomer worden alle verkiezingsprogramma's voor volgend jaar geschreven, want we krijgen ook weer verkiezingen. Tegelijkertijd moeten er deze zomer hele grote besluiten volgen over bezuinigingen. Want deze regering kan alleen dit jaar nog bezuinigingen doorvoeren. Want volgend jaar zijn ze demissionair. Dus we hebben een hele belangrijke taak om één geluid te laten horen als sector. En daar hebben we alle mensen die hier zitten, maar ook vele daarbuiten, hebben we daarvoor nodig om dat ene geluid te laten horen. Nou, dat lijkt me in ieder geval een heel zinnig startpunt, dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Er was al die 4000 euro voor die bureaus weliswaar niet gelukt. Er is wel 300 miljoen naar de sector gegaan. Grotendeels naar instellingen uit de basisstructuur, dus de Rijksmusea. Maar ook naar het stimuleringsfonds. Dus jullie hebben al zeg maar een soort werkbudget gekregen. Heb je al een beeld erbij hoe jullie dat geld gaan besteden? Dan weet jij meer dan mij, Jeroen. Wat er staat in de brief van de minister is dat er de 300 miljoen worden ingezet langs 4 lijnen. En een van de lijnen is dat de instellingen die nu meerjarig door ons ondersteund worden, een bijdrage uit die 300 miljoen ontvangen. Dat zal een kleine bijdrage zijn. Hè. Het grootste gedeelte gaat echt naar de grote Rijksmusea, het Concertgebouworkest, die gewoon met een gigantisch financieringstekort zitten. Ja. Krijgen jullie niets van dat geld dan als stimuleringsfonds? Nee hoor, nee, wij krijgen niet een som geld, voor zover ik weet, om extra subsidies te gaan verstrekken. Daar is voor zover ik weet geen sprake van. Oké, nee. Nee, nou, ik was onder die indruk dat een aantal instellingen, dus die grote, nou, de Rijksmusea-achtige concertgebouw, je kunt ze allemaal opnoemen, en een aantal fondsen ook. Maar daar was ik dus
verkeerd ingelicht. Nogmaals, dat zijn dus instellingen die nu door ons ondersteund worden. Ja, ja. Die een grote schade hebben door de COVID-crisis. En die krijgen dan waarschijnlijk een proportionele bijdrage. Maar dat is het ministerie en de minister zijn dat aan het uitwerken. En daar hebben wij nog geen verdere details over hoe dat uiteindelijk eruit gaat zien. Nee. Dus het is niet zo dat wij opeens nieuwe regelingen kunnen opstarten of extra incentives. Oh, jammer, jammer. Ik hoor veel rapporten en ik hoor veel brandbrieven die geschreven worden. Ik zei het al, noodklokken die geluid worden. Bart, wat doen jullie vanuit ClickNL, zeg maar? Wat is jullie actieve rol die zich verder strekt dan de brieven en het rapport en de nota en dergelijke? Ja, laat ik vooropstellen dat wij sowieso al niet veel middelen... Wij zijn in die zin ook niet een partij die financiering richting creatieve industrie concreet organiseert. Ook wij zijn daarin geen loket. Maar we zijn wel nu in gesprek met een aantal... uiteraard met wat ik al eerder al zei, met de ministeries... om te kijken van kunnen daar dingen naar voren getrokken worden. Maar ook vanuit... het ministerie van Economische Zaken komen er ook vragen van wat kunnen wij doen om bepaalde voorwaarden te versoepelen of andere zaken. En nou goed, het is een beetje een stokpaardje van mij. En ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn veel zal leveren. Maar ik vind bijvoorbeeld dat in al de innovatiefinanciering wordt vooral de technologische innovatie gefinancierd. En er wordt eigenlijk al jaren over gesproken van het zou ook goed zijn als je juist de niet-technologische innovatie of noem het sociale innovatie ja. Ook met die regelingen gespoord zou kunnen worden. Dat opent wegen op korte termijn om ook creatieve industrie op aan het werk te hebben. Nou, slaagkans is geen idee hoor, maar dat zijn wel richtingen waar je aan kunt denken. Nou, ik denk zeg eigenlijk natuurlijk dat hele fiasco rond de gezondheids- de corona-app en de ontwikkeling daarvan. Daar is natuurlijk ergens iets heel erg fout gegaan als die Nederlandse digitale creatieve industrie daar niet bij betrokken is. Heb jij een beeld? Wat is daar misgegaan? Hoe kan het? Dat zoiets in vind ik echt. In een land wat creatief wil zijn en voorop wil lopen. En zeker ook op het gebied van technologie en games en security en veiligheid en privacy. Zo achter de feiten aanloopt. Ja, ik kan ook alleen maar een beetje ernaar raden. Ik heb wel wat informatie gehoord en gezien. En ik denk dat er heel veel redenen te bedenken zijn. Wat ik belangrijker vind is dat wij inmiddels het initiatief hebben genomen en onszelf ook wel hebben aangeboden. Want eigenlijk als creatieve industrie zie je gewoon, dit is een ontwerpprobleem. En misschien een design management probleem wel. En dat moet je dus ook zo aanpakken. Ja. En niet proberen. Een van de dingen die je al ziet is, er wordt gesproken over een corona-app. Dus ja, dat is een beetje de timmerman die je spijker zoekt. Dat moet je volgens mij zien te voorkomen. Je moet toch eerst even helder krijgen wat zijn nou precies de problemen die je op wil lossen. Wat zijn de functionaliteiten die je zoekt. En daar veel meer in een soort suite van oplossingen denken dan dat het met één app allemaal opgelost kan worden. Ja. Ik denk dat dat denken in de haast te snel overboord is gezet. Ja, dus eigenlijk wat je ook zegt, dat is ontwerpers eerder aan tafel en een grotere, belangrijkere plek aan tafel. Ja. En als ik dan weer terug naar wat andere dingen die... want ik zie de klok onverbiddelijk verder tikken. En een andere observatie die ik eigenlijk vanavond heb gemaakt... is die dus de ontwerper moet eerder aan tafel, een grotere plek aan tafel. En dus ook dat een taak die bij de ontwerpsector ligt... om beter over het voetlicht te krijgen wat het belang is van goed ontwerp. Hoe kan dat gebeuren, behalve met avonden als design digger ergens op internet? Maar hoe kunnen we dat? Hoe kan die sector dat nog beter organiseren? Madeleine, ik zie jou knikken. Ja, ik zou zeggen door zich zelfbewust en proactief op te stellen. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen week ben ik heel hard bezig geweest met een open brief die ik in concept klaar had. Ben ik gaan kijken waar ik de partijen kan vinden. MKB Nederland, Platform Arbeidsmarkt, Culturele en Creatieve Toekomst, Kunstvakonderwijs.
om te kijken hoe we al die verschillende ontwerpcategorieën op tijd aan tafel kunnen krijgen en uit kunnen dagen. En daarmee ook gewoon iedereen die daar belang bij heeft, om te zorgen dat nu als eerste die anderhalve meter samenleving op een wat behoorlijker manier vorm krijgt dan houtje touwtje. En daaroverheen zie je natuurlijk andere processen. Maar nogmaals, ik zei het daar straks al, goede voorbeelden zijn echt hele goede ambassadeurs. En dit is zo'n situatie waarin je je, nou ja, kan tonen en vervolgens de komende slagen daarna ook weer beter kan maken. Ja. Maar het heeft dus ook heel erg te maken met bewustzijn, met zichtbaarheid, met goede voorbeelden. En ja, inderdaad, we moeten ervoor in de benen. Daarvoor zijn partijen zoals de BNO en al die partijen met wie wij samen ook weer de boodschappen doen. Ik denk de partijen die we hier vanavond bijeen hebben gehaald. Ja. Ik heb hier een vraag van Jan, ontwerper. Waar kunnen we ons melden om mee te schrijven aan de reactiebrief op de rapporten brede maatschappelijke heroverweging? Nou, Siep, kom er maar in. Ik zou best het initiatief willen nemen om daar met een groep naar te kijken, hoor. Dus meld je bij het Stimuleringsfonds aan. En dan kunnen we eens kijken of we daar misschien ook een mooie Zoom-sessie voor kunnen organiseren. En zien wie daaraan wil deelnemen. Dus Jan, kom maar op. Meld je. siep@stimuleringsfonds.nl, zoiets. Nou, de weg zal Jan vinden. Ja. Ik zei, de klok tikt onverbiddelijk verder. We naderen naar het eind. Ik zou graag aan het einde van dit programma eigenlijk iedereen die hier vanavond was, en dat moet binnen een minuut. En het hoeft niet, maar heb je een boodschap of heb je nog iets of heb je een gedachte van, nou ja, eigenlijk behalve het schrijven van een brief en een rapport zou dit een suggestie kunnen zijn. Zie ik handen omhoog gaan op mijn Zoom-scherm. Ja, Martijn, kom erin. Nicky, daarna. Wij zijn heel druk bezig met een platform online krijgen waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar kunnen vinden. Dat doen we overigens ook met partners hier aan tafel. Daar kunnen kleine en grote ontwerpopdrachten in komen. Ook weer als voorbeeld, zoals Madeleine net zei. En een van de voorbeelden die daar waarschijnlijk in komt is bijvoorbeeld, hoe moeten we straks in die anderhalve meter samenleving de binnensteden weer op gang zien te krijgen? Retail, horeca, die zitten allemaal logischerwijs op hun eigen kleine domein zichzelf te proberen te laten overleven. Maar hoe zou je zo'n binnenstad weer kunnen ontsluiten? Of het openbaar vervoer kunnen ontsluiten? Dat type opdrachten in goede ontwerpopdrachten vertalen en naar ontwerpers brengen, daar zijn we heel hard mee bezig. En dat zou ik ook een pleidooi willen houden aan overheden om te kijken, schud jezelf eens op je kop, want er zijn nog zoveel ontwerpopdrachten die nu te verdelen zijn. Dat is mijn pleidooi. Ja, Nicky nog? Nou, ik vind het superleuk om te horen van jou, Martijn, dat jullie dit aan het inzetten zijn. Want ik denk dat ook precies is wat ontwerpers nodig hebben. Dat matchmaking van mensen zoals jullie, DDW, DDF, die zoveel contact hebben. En jij ook, Siep, met politiek, overheden en ik weet niet ook of het bedrijfsleven hier ook bij zit. Maar juist dat contact tussen ontwerpers en en wat jij ook zei, Siep, over de ontwerpkracht, over die brede maatschappelijke heroverwegingsprojecten. Ja, daar moeten wij als ontwerpers alleen maar op inspringen. We moeten echt samenwerken. Want nou ja, we moesten ook een motto van jou bedenken, toch, Jeroen? Je mag, hoor. Het is niks moet hier. Nee, maar dat had jij aan ons gevraagd. En voor mij is mijn motto, want daar heb ik wel over nagedacht, dat een goed ontwerp echt over een betere wereld gaat. En ik denk dat nu de tijd is, juist tijdens deze crisis moeten we nadenken over hoe de wereld er straks uit zou kunnen zien. En dat moeten we met elkaar doen. Dank je. Dus, en natuurlijk, laten we niet vergeten welke rol ontwerp daarin zou kunnen spelen. Ja, laat ik tot slot aan deze avond een aantal dingen even terugpakken. Opdrachtgeverschap is een belangrijk iets wat gestimuleerd moet worden. En of je dat dan, zoals Bart zegt, misschien moeten we het meer hebben over partnership. Daar zit inderdaad een gelijkwaardigheid in. Werk, werk, werk. Zie ik hier met drie uitroeptekens op mijn papier staan. En dat lijkt me eigenlijk ook wel een zinnige. Dat waar ontwerpers en de hele sector uiteindelijk het meest aan heeft, is gewoon werk. Oh, daar heb je een heel A4'tje vol. Nou, ik heb het samengevat in werk, werk, werk. Werk, werk, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Laten we ook het belang van talentontwikkeling en de nieuwe initiatieven en vooral ook die innovatie die juist vanuit die jonge groep
naar voren kan komen, laten we die niet vergeten. En uiteindelijk overkoepelend is wat mij opvalt vooral dus dat het belang van design en de bijdrage van design, van ontwerp en of dat grafisch is of het ontwikkelen van een app beter voor het voetlicht moet komen. Inmiddels zie ik heel grote rode cijfers voor mij flikkeren. Dat betekent dat we er bijna uitgaan. Ik wil, voordat we eruit gaan, nog graag benadrukken dat op het internet, op het webplatform designdigger.nl in ieder geval een recap van deze avond komt en onder de noemer Corona Files ook nog allerlei andere dingen over design en corona te lezen zijn. Pakhuis de Zwijger gaat gewoon door. Aanstaande maandag is er een programma met Arne Hendricks, ook via de website. En dat gaat natuurlijk ook volledig over die transitie. Hè? Dus de Incredible Shrinking Man en de rol die ontwerp en dat ondenkbare verbeelden wat ontwerp zo goed kan. Dus in ieder geval vanuit het Pakhuis en Design Digger wordt er vol gewerkt. Ik wil graag Siep, Nicky, Bart, Martijn, Madeleine bedanken. En ik hoop jullie snel te zien. Dank.